Hey Sander, ben je ooit wel eens zo dicht bij een vliegtuig geweest? 1 keer. 1 keer. En wat is dit nou voor model? Volgens mij een Boeing 757. Ja, dit is een Boeing 757 van Air Holland. Van Air Holland. En hoe heet de piloot? Dat zou ik niet weten. Kijk, dat weet ik weer. Dat is Jan Cocheret en die zit nu op ons te wachten. Oké. Jan, volgens mij informatie vertrek je over ongeveer een half uur naar Malaga. Ja. Maar Sander mocht even een vraag stellen. Ja, natuurlijk. Hoe weet een piloot de weg in de lucht? Nou, eigenlijk net zoals jij de weg weet van Amsterdam naar Rotterdam. Als je met de auto van Amsterdam naar Rotterdam gaat, dan moet je eerst precies weten waar je zit in Amsterdam. Dan kies je de weg uit, de A4 bijvoorbeeld. En dan moet je ook weer precies weten waar je aankomt in Rotterdam, hè, waar je wil zijn. Ja. Nou, dat doen wij ook, maar daarvoor hebben wij een computer. Dus je vertelt eerst de computer precies waar die zit. En de computer zelf kent de hele wereld. Dus die kan vanuit waar je zit precies de weg volgen die jij voor hem uitkiest. En dan hebben we een mooie kaart. Dat is een kaart met luchtwegen erop. Al die zwarte lijntjes zijn de luchtwegen. Ja. Dit is Nederland, IJsselmeer zo. En dan gaan wij zo naar beneden richting Malaga over de UM872. Die heb ik hier ingevoerd. En na de start, als we dus opgestegen zijn, dan zeggen we tegen de computer, joh, we hebben de route ingevuurd, stuur jij dat vliegtuig naar Malaga. Dan vliegt het vliegtuig zelf, zal maar zeggen, die weg? Ja, met de automatische piloot en de computer. En dat gaat altijd goed, want er zitten natuurlijk meer vliegtuigen in de lucht. Ja, maar kijk, daar is de verkeersleiding natuurlijk voor. Hè? Je kunt niet allemaal kriskras door elkaar heen gaan vliegen. Nou, hoe gaat dat dan? Nou, we hebben een kastje hier zo, de transponder. Dat is een apparaatje waar een code in zit. Dat is voor ons nu 2142. En dat apparaatje stuurt alle gegevens van het vliegtuig naar de verkeersleider. Zodat de verkeersleider precies kan zien waar wij en ook andere vliegtuigen zitten. Maar ja, dan kun je beter daar even kijken. Hey Sander, en wat is dat er dan voor eentje? Dit, dat is een Boeing 747-400. En een 300, is die er ook dan? Ja, alleen die heeft niet van deze winglets op de vleugels. Oh, die is recht? Ja, die is gewoon recht. 300 recht. Hey jongens, welkom hier in het Area Control Center van de Luchtverkeersleiding Nederland. Ja. We staan hier bij een kaart die alle luchtroutes weergeeft boven Europa. Ja. Nou, hier zie je ook die routes lopen over Nederland. Nou, dat is een beetje een klein kaartje. Daar hebben we een grote kaart van gemaakt. En die grijze strepen zijn dus die snelwegen die over Nederland lopen. En soms zie je wel eens dat die witte strepen door de lucht. Nou, dat zijn dus vliegtuigen op die snelwegen. Ja. Die dus aan de route volgen. En wat zijn dan die rode strepen? Nou, die rode strepen, dat zijn afritten van de snelweg. Nou, de snelweg heb je ook van die afslagen als je een kleine plaats zien wil. Nou, dit zijn ook afslagen met bestemming Schiphol. Want wat is dat ronde is? Dat is een wachtgebied. Het rondje wat je ziet is dus om even de vertraging op te vangen. Een soort parkeergarage voor vliegtuigen. Even ronddraaien. En dan naar Schiphol toe. En hoe zit het dan met die codes? Want we hebben net begrepen van Jan. He, een vliegtuig krijgt een code. Jij kunt zien waar die nu is? We kunnen even kijken hoe je nu vliegt, ja. Al die stipjes, die bewegende stipjes, dat zijn dus vliegende vliegtuigen die op dit moment in het Nederlands luchtruim vliegen. En die houden dus allemaal heel goed in de gaten. Nou, we zijn op zoek naar Jan. Had code, wat was het ook weer? 2142. 2142. Nou, even kijken waar hij zit. Ja, kijk, hier is hij. Air Holland 617. AHR 617. Nou, hij vliegt in een Boeing 757. Hij gaat van EHAM Amsterdam naar MG. Dat is Malaga in Spanje. Ja? En je ziet ook, hier staat de code. C2142. Klopt. En daardoor weten wij dat Jan is. En we klimmen het vliegtuig naar 8 kilometer hoogte, dus we begeleiden naar 8 kilometer. Ja. En dan is het weer in de buurt van België. En dan nemen ook onze Belgische collega's die nemen het over. Nou, zo krijgen we ook van onze Belgische collega's vliegtuigen aangeboden. Die zullen landen op Schiphol. Nou, hier bijvoorbeeld een Martinair 352, dat is een 747, dat is echt een hele grote. Nou, dat vliegtuig dat begeleiden wij door platte dalen. En als het nodig is, nog eens een keer naar links en naar rechts. Jullie hebben constant contact? Constant heb je dus radarcontact, dus je ziet ze. En je praat ook nog, je communiceert ook met die vliegtuigen. Dus we kunnen ze opdrachten geven die ze ook dan gelijk uitvoeren. En die Martinair die gaat zometeen landen op Schiphol. Kunnen we dat hierop zien? Nou, dan moeten we even verhuizen. Dan moeten we even richting de toren. Oh, dan gaan we naar de toren. Ja? Goed? Wil je dat? Ja, goed. Daar gaan we. Oké. Wat gebeurt er nou in de verkeerstoren? De toren die begeleidt echt het laatste stukje van de vlucht. Je krijgt hem over van de radar op het moment dat hij voor de baan zit. Hij kijkt of het voorgaande toestel van de baan af is. En dan krijgt hij een klaring om te landen. Dus zometeen moet opletten, Martinair 352, clear to land. Dan krijgen we zometeen door en dan mag je dus gaan landen op die baan. Een klaring is toestemming hebben om te landen? Dan mag je landen, ja. Maar nou zeg je het laatste stukje, maar dat geldt natuurlijk ook voor het eerste stukje. Ook het begin inderdaad. Het begin weer bij de toren. De toren die laat de vliegtuig taxiën naar de startbaan.
En dan krijgt hij weer een klaring als de baan vrij is om te vertrekken. Dus weer toestemming om te mogen vertrekken. Ah, daar is hij. Zie je hem? Dat is hem. Ja. Hij is groot, hij is hoog. Hoe hoog is hij? Ja, 101. 1739 approaching exit 319, left ready. Hello, Tellum 1739, clear for takeoff, my line of left exit 3. Martin 835, two clear to land 27, wind is 2014. Kijk, moet je, zie je, daar komt hij. Daar landt hij niet. Wacht, ja, zie je. Ik zie hem niet. Ja. Oh ja, ja. Een Boeing 747 van Martin Air. Is hem dat? Dat is hem. Ja, dat is hem. Ja, kijk even. En hup. Ja. Hij staat aan de grond. Ja. Alle vakantiegangers weer thuis. En ze zijn weer thuis. En de cirkel is weer rond. Hij is geland. En het laatste stukje heeft hij dus gered met behulp van de verkeerstoren. Hey, maar dan denk ik dat wij meteen maar klaar zijn ook. Ja. Toch? Nou. Dus waar gaat het nou om bij die vliegtuigen in de lucht? Nou, het invoeren van de routes, heel belangrijk. Ze krijgen een code. Verkeersleiding volgt met behulp van die code. Het vliegtuig legt contact, stuurt hem verder. En verkeerstoren doet het tankje.